Wat leuk dat je kijkt naar Jessica Leest Voor. In deze aflevering lees ik mijn eigen boek voor. Illy Billy is jarig. Hou je van voorlezen? Abonneer je dan op mijn kanaal. En geef een duimpje omhoog. Kijk, die heb ik hier. Dit zijn mijn kindjes. Ik heb er twee hoor, staan er vier op. Maar dit is Ilse. En dat is Eva Keesje. En Ilse noem ik altijd Illy Billy. Net als dat kevertje. En Eva Keesje, die heeft ook een figuurtje in het boek gekregen. Dat is Casey Basie geworden. Grappig, hè? Dus dat zijn mijn kindjes, maar nu zijn het beestjes. Ik ga vertellen. Illy Billy is bijna jarig. Ze gaat een feestje geven. Kom maar erbij, schatje. Niet afvallen, hè? Met allemaal lekkere tractaties zonder toegevoegde suiker. Want dat is veel gezonder. Illy Billy is onderweg naar haar beste vriendin Casey Basie. Illy Billy vindt Casey Basie heel lief. Ze is het allermooiste beestje dat ze kent. Casey Basie is oranje en dat is de lievelingskleur van Illy Billy. Hebben jullie ook een lievelingskleur? Ja. Wat dan? Ik vind paars. Paars, en jij? Ik geel en rood en het was... Geel en rood. De kleur van de spijkerbroek. Blauw. Groen. Oh, deze is paars. Dat is jouw lievelingskleur. En oranje is de lievelingskleur van Ibi. Maar er komt straks nog een gele. Ga je mee onze vriendjes uitnodigen voor mijn verjaardagsfeestje, vraagt Illy Billy. Dan maken we allemaal lekkere hapjes, taartjes en koekjes om te snoepen. Dat wil Casey Basie wel. Maak je voor mij iets zonder melk, want ik heb een koemelkallergie, zegt Casey Basie. Natuurlijk, ik maak jouw lievelingspannenkoeken zonder melk. Kijk, die is een beetje geel. Hallo Bobby, kom je ook op ons verjaardagsfeest, op mijn verjaardagsfeestje? We nodigen al onze vriendjes uit en maken voor iedereen wat lekkers. Oh, wat gezellig. Maar ik ben wel allergisch voor soja, zegt Bobby. Dat geeft niks. Jij houdt toch zo van mijn appeltaart? Daar zit geen soja in, zegt Illy Billy. En Casey Basie schrijft het op. Zie je dat? Noteert. Het is wel belangrijk om te onthouden. Kijk, daar zijn Timmy en Tommy. Illy Billy en Casey Basie moeten altijd heel erg lachen om hun gekke kunsten. Komen jullie ook op mijn verjaardagsfeestje? Vraagt Illy Billy. Ja, leuk, we komen lekker snoepen, roept de tweeling en woep, weg zijn ze alweer. Hallo, zegt Harry, de grote broer van Timmy en Tommy. Moet je nou kijken wat een rommeltje de jongens hebben gemaakt. Illy Billy en Casey Basie helpen met opruimen. En ze nodigen meteen Harry uit voor het feestje. Harry heeft er zin in en hij zegt, je weet dat ik vegetariër ben, hè? Natuurlijk, zegt Illy Billy en Casey Basie schrijft op, Harry eet geen... Wat eten vegetariërs niet? Suiker. Ze eten allemaal geen suiker, maar Harry eet ook geen vlees. Want vegetariërs eten geen vlees. Dat is grappig, hè? Wat zijn al onze vriendjes verschillend, zegt Illy Billy. Ja, leuk, hè? Ze zien er allemaal anders uit, hebben verschillende verhalen te vertellen en eten andere dingen. Jouw verjaardag wordt echt het feest van het jaar, Illy Billy, zegt Casey Basie. En ze zijn helemaal blij, zie je dat? Ze hebben zin in het feestje. En hier zie ik iets wat jij in je oren hebt. Wat is dat? Die verjaardagsfeestje. Ja, die heb jij in je oren. Dan komen ze bij het huisje van Livia. Dag, lieve beestjes. Wat leuk dat ik jullie zie, zegt ze. Ik ben bijna jarig en ik geef een feestje. Ik ga alle hapjes zelf maken. Kom je ook? Vraagt Illy Billy. Oh, wat vind ik dat enig lief beestje. Natuurlijk kom ik op je feestje. Dat wil ik voor geen goud missen. Ik ga meteen iets moois voor je breien. In je lievelingskleur. Ik mag alleen echt geen gluten eten, want daar krijg ik buikpijn van. Casey Basie noteert het in haar boekje. En Illy Billy zegt, wat fijn dat je ook komt. Ik maak speciaal voor jou amandelkoekjes. En die zijn helemaal glutenvrij. En daar fladderen Flynn en Maggie. Komen jullie ook op mijn verjaardagsfeestje? We hebben al onze vriendjes uitgenodigd en ik ga voor iedereen wat lekkers maken, zegt Illy Billy. Super tof, Illy. Ik mag alleen geen pinda's en noten. Daar ben ik allergisch voor. En Maggie mag geen kippenei. Kan ik je ergens mee helpen? Kan ik hier een beetje opruimen en alvast een tafel neerzetten? Vraagt Flynn. Dat vind ik heel fijn. Dankjewel, zegt Illy Billy. Flynn is wel stoer, hè?
Hij zegt ook Illy tegen Illy Billy. Hij is een beetje een stoere vlinder. Er ligt wel een beetje rommel daar bij het meertje. Ja. Dat is allemaal plastic. Dan moet je het toch in de prullenbak gooien. Ja, hè. Kijk, dan gaan ze aan de slag. Illy Billy maakt ijsjes van groente en fruit. Dat mogen we allemaal, zegt ze. Ze maken appeltaart en muffins en pannenkoeken zonder boter en zonder melk. Ze maken amandelkoekjes zonder gluten en ook nog blokjes kaas met een tomaatje. Want die vindt Luxie zo lekker. Hè? Casey Basie vindt alles wat Illy Billy maakt heel lekker en helpt haar graag. En ze knoeien ook, zie je dat? Ja. En eindelijk is het grote feest. Illy Billy heeft voor al haar vriendjes wat lekkers gemaakt. En zelf kan ze alles eten, want ze heeft nergens suiker in gestopt. De vriendjes zingen Lang zal Illy leven en zijn allemaal reuze blij. Dit is het leukste feestje ooit. En welke beestje vonden jullie nou de leukste? Ik heb zelfs twee, want die vond ik leuk. En die vond ik leuk. Harry en Vlinder, twee stoerste zijn dat, hè? En welke vond jij de leukste? Die. Livia. En die. En Casey Basie. En, maar Illy Billy is paars. Maar Casey Basie en Livia, leuk, hè? Ja, ik vind ze ook allemaal zo gezellig. Bedankt voor het kijken naar Jessica Leest Voor. Vergeet niet te liken en te abonneren. Als je op het belletje klikt, weet je precies wanneer ik een nieuw boekje heb voorgelezen. Kies jou vast de volgende uit.